Filip en Younes. Die zijn alle drie Syrisch. En ze zitten op dit moment in de noodopvang in Nijmegen. Het idee is een beetje dat... ik heb toevallig een huisje in de tuin. Dat ze hier een beetje kunnen bijkomen. Omdat in Nijmegen, waar ze nu zitten, in het tentenkamp, is het... Dus en helemaal geen privacy. Je kan daar niet een deur achter je dicht doen. Ze liggen met... How many people are in one tent? 96. Ze vinden het prettig om hier af en toe gewoon even tot rust te komen. Maar ook gewoon omdat ze slecht slapen. Wij kennen elkaar van de sporthal hier in Oost. 3 maanden geleden. Toen ze net aankwamen in Nederland. Ik liep toevallig langs die sporthal en met het idee van kan ik iets doen. En er kwamen heel veel mensen aan de deur toen die zeiden ja, ik wil helpen. En die moesten een formuliertje invullen. En zo vroeg ik aan mensen daarmee, is er iemand die al deze mensen terug gaat bellen? En eigenlijk doordat er niemand was die dat deed, was ik binnen 1,5 dag opeens coördinator vrijwilligers. De eerste dag dacht ik, ik maak snel even een Facebookgroep aan, want dat is handig. Dan kan iedereen op de hoogte blijven van wat er nodig is. En dat is toen uitgegroeid tot iets wat heel groot was. Eerst in Oost en daarna door heel Amsterdam. En het idee daarvan was en is om zo effectief mogelijk mensen die iets willen doen te mobiliseren. Dus hoe concreter je op Facebook zet van nou vandaag, we hebben behoefte aan 2 mensen die even heen en weer willen rijden, want er moet iemand naar de tandarts. Dat is heel makkelijk voor mensen om te zeggen, oh ja hoor, dat wil ik wel even doen. In het begin waren dat hele concrete dingen, zoals onderbroeken, tandenborstels, dekens. Nu gaat het eigenlijk meer over activiteiten. Mensen die andere mensen te eten uitnodigen. Er is een hele groep mensen op de havenstraat die zich alleen maar richt op activiteiten. Zodat ze hebben gewoon helemaal niks te doen. En 0 zakgeld. We find too many friends in this Facebook group. Such as like a Dutch family, she lives in the east. It means to feel welcome in some place and to feel like maybe home in sometimes. You know, these are all offices, but you could easily sleep there with 2 persons. Nou, we zijn nu met een groepje mensen uit Oost bezig om te kijken of we een kleinschalig soort logeerhuis van de grond kunnen krijgen. Dat we als buurt, zeg maar, gewoon een aantal mensen te logeren uitnodigen voor een paar maanden. Dus het idee is dat we... Dat vluchtelingen daar meer regie krijgen over hun eigen leven. Zij staan nu gewoon als volwassen mannen in de rij voor een broodje kaas. Terwijl ze natuurlijk best zelf kunnen koken en boodschappen doen. Ground floor, first floor. We like the idea because really we need it. Because we feel, as you said, isolated. And this is the last thing we want, to be isolated or to be thrown in forest. This is the feeling what many people have. So we hope that it works.